allemaal, ik heb vandaag een back to school video voor jullie. Voor het eerst eigenlijk. Ik zit natuurlijk niet echt meer op school. Ja, ik studeer nog wel, maar ik ben nu 23, dus die periode heb ik wel een beetje gehad. Vroeger was ik echt iemand die gewoon helemaal uitkeek naar schoolspullen inslaan. En dan had ik ook altijd een hele mooie agenda van die dure van de V&D. En op een gegeven moment wilde ik die van de HEMA, waar je van die vakjes in kon doen en zo. En ik had altijd elke keer nieuwe schoolspullen. Ik heb ook echt bakken vol nog daarvan. Mijn moeder werd altijd helemaal gek. Toen was alles echt veel duurder dan nu. Nu heb je natuurlijk de Action, maar ook de HEMA is goedkoper geworden. En de Zeeman heeft hele toffe dingen. Die begint steeds hipper te worden. En dat zijn de drie winkels waar ik ook dingetjes ben gaan kopen. Want zoals je in de titel kunt zien, zijn het dingen die je kunt scoren voor 1 euro. Sommige net iets goedkoper, andere liggen er net iets boven. Maar het is een beetje zo dat stel ik heb 15 dingen, dan kom je op ongeveer 15 euro uit. Gemiddeld 1 euro per stuk. En die wil ik gewoon graag met jullie delen. Ik dacht, ik zie zoveel leuke dingen. Ik ga ze eventjes kopen, want ik wil ze aan jullie laten zien om jullie gewoon wat ideetjes te geven. En er zit ook een hele kleine DIY in deze video verborgen. Ik heb hier een Action tas waar alles in zit. Het is trouwens niet een complete shoplog van met dit allemaal ben je helemaal klaar voor school, heb je alles in huis. Nee, het zijn gewoon de dingen die ik echt zag voor weinig geld die ik jullie gewoon wilde laten zien. En aan het einde zit er ook nog een winactie. Ik begin gewoon met deze stapel. Nou, alweer tijdje terug, tenminste een paar weken terug, zag ik bij de Zeeman Marble Items. En toen dacht ik echt van ja, die ga ik in de video laten zien. Inmiddels heb ik al meerdere mensen ermee gezien op YouTube, dus misschien kennen jullie ze al. Maar Zeeman heeft dus hele mooie schoolspullen en ook marble dingetjes. Wel een vrij harde stijl, maar het is wel marble. Onder andere deze map. En dit is het duurste item dat ik heb. Deze is 1,50. Tenminste, volgens mij is dit de duurste. En het is gewoon zo'n ringbandmap. Met veel ringen, dus niet vier, maar met meerdere. En dan kan je dus heel erg handig bladen in doen. En ik weet dat ik in mijn middelbare schooltijd heel vaak dit soort mappen kocht. En daar bewaarde ik heel vaak aan het einde van het jaar ook alles in. Tenminste, aan het einde van het jaar, gedurende het jaar, bewaarde ik de belangrijke vellen daarin. En dingetjes die ik gewoon echt nog kon gebruiken voor het volgende jaar. Of dingen die ik graag wilde bewaren. En soms voor leeslijst, dat soort dingen. En dit is gewoon echt een super mooie map. En het is nu helemaal hip, dus dat is zeker een tip. Sorry, de achtergrond is echt lelijk. Dit is echt super onprofessioneel, maar ik ga even dit doen, want ik had niet naar mijn achtergrond gekeken. Dan zal ik vast het DIY dingetje laten zien. Dit is het labeltje die erop zit. Bij de Action, het vorige was dus van de Zeeman, een DIY agenda voor, ik ga de prijs gewoon in de beschrijving zetten, rond de euro. En dat is een agenda van karton, wat ik sowieso super mooi vind. Mijn visitekaartjes voor YouTube zijn ook van karton met een printje erop, maar ik hou er echt van. En dat is dus zodat je hem helemaal zelf kunt beplakken of schrijven, washi tape, wat dan ook. En ik dacht, ik ga er eerst een video van maken, maar het is toch, dat doe ik niet echt meer, dat soort dingen. Dus dan zou ik het puur voor YouTube doen. Toen dacht ik van, nou, doe het gewoon lekker niet. Je had ook allemaal verschillende kleuren en ik heb de roze. En aan de binnenkant is hij ook roze. En ik vind de buitenkant een hele mooie kwaliteit. En van binnen zit wel echt heel erg dunnig papier. Maar in principe is dat niet erg. Het is gewoon basis in alle talen. Ik vind hem niet super mooi van binnen of zo. Maar wel heel erg leuk. Ik ben ermee aan de slag gegaan. Ik heb, nou ja, zo ziet het van mij eruit. Deze sticker komt uit zo'n boekje project. Zo'n project boekje met computerstickers erbij. En ja, die heb ik hier opgeplakt. Vond ik heel erg leuk. Hier zat dan bla bla bla. Charlotte Blitzbloem. En hier op de achterkant had ik die quote die ik nu steeds gebruik van don't follow the crowd, be a unicorn instead. Ook met dit soort letters. Maar het zag er echt zo lelijk en kinderachtig uit. Terwijl ik het eraf haal. Maar ik ga straks vertellen wat voor letters dit zijn. Het ging er in ieder geval niet af. Dus dat heb ik er met tape opgedaan en eraf getrokken. Als een soort van waxen. En waarschijnlijk zie je het wel. Nu ziet het er dus zo uit. Maar goed, het ding was 1 euro. Ik wou het puur gewoon eventjes doen. Want ik het gewoon leuk vond om te doen. En ik wou het aan jullie laten zien. Dat je gewoon ziet dat je het gewoon leuk naar je eigen hand kunt maken. En bij de Action heb je zoveel DIY spullen. Ik wou er gewoon niet aan beginnen, want dat is voor mij alleen maar troep en tijdverspilling. Maar dat je het weet, heel veel leuke dingetjes, washi tapes en stickertjes en zo. Heel erg leuk. Dit heb ik ook van de Action en dit was volgens mij echt maar 50 cent. Dit is dus waarmee ik die letters heb gemaakt. Ik had het al heel erg lang niet gezien, maar vroeger had je dit. Tenminste in mijn puberteit. Ik weet niet meer precies wat, maar ik kan me herinneren. Dit moet je dus krassen. Dit zijn dus van die dingetjes, hier zit ook een stokje bij, uiteindelijk heb ik het met een pen gedaan. Kras je het heel hard en dan laat hij los en zit hij vast. En zit hij ook echt stevig vast. En ik vind het jammer dat er niet meer figuurtjes waren. Er zijn een paar hartjes en bloemetjes. Misschien waren ze er wel, ik heb ze niet gezien. Maar dus twee verschillende letters met best wel veel letters ook. Echt een aantal keer de A, de B, de C, etc. En ja, daarmee ben ik gaan werken. Dus dit is ook wel een tip als je
houdt van een beetje pimpen. En ja, het is toch nog wel een soort van rustig. Dan heb ik het ook nog van de Zeeman. 60 cent deze tabbladen. En hele toffe kleuren. Echt die basic kleuren van nu een beetje. Een soort pastel, maar er zit ook weer zwart bij. En het zijn er best wel veel. Dus deze vond ik heel erg leuk om in die marmermap te doen. En het zijn 10 tabbladen, dus ik vond het echt zo goed. Dat is gewoon echt 6 cent per stuk. Heel erg leuk. Echt super mooi. En dan kan je gewoon, ik had dat vroeger altijd, dat ik hier opschreef welke vakken het zijn. Dat kan, moet je hier dan wel met een permanente stift doen, want het is zo'n apart materiaal. Maar wel heel erg goed, want dit wordt ook weer niet vies. Want het is denk ik gewoon waterafstotend. Dus die vond ik echt heel erg leuk. Die wilde ik ook zeker aan jullie laten zien. En wat ook heel erg handig is, ook in mijn tienertijd, toen kwamen ze voor het eerst met die rekbare boekenkaften. En ik weet nog wat mijn moeder ze voor mij kocht. En daar betaalde ze toen echt meer dan 10 euro per ding voor. Echt absurde prijzen van zo'n bepaald merk of zo. Maar toen was het nog niet dat goedkopere winkels het nadeden. En nu al een tijdje wel. En dat viel me nu pas op. Dus die heb je bij de Action. En ik heb er 4 gekocht. Ik vond ze echt super leuk. Ze hadden heel veel printjes, maar dat vond ik allemaal van die net niet printjes. Ik vond het best wel lelijk zelfs. Maar ook heel veel effe kleuren. Dit zijn de kleuren die ik heel erg leuk vind en het printje die ik leuk vond. En deze waren 80 cent of zoiets. Ik heb ze daarna trouwens ook gespot bij de Hema. Heel mooi met lila, ook een soort van lichtblauw en nog iets. Zelfde prijs, 3 voor 3 euro. Dat is ietsjes duurder, dus daar kun je ze ook vinden. Kwaliteitsverschil weet ik niet. Maar van die elastische boekcovers. En dat is zo handig als je gewoon geen zin hebt om je boeken te kaften. Eén nadeel is wel bij die hele zachte boeken. Ik weet niet hoe het met deze zit, maar die van mij waren vrij stevig, die kafthoesjes. Dus bij die zachte boeken ging het dubbel, dus werkt het niet. Maar dit is wel echt zeker een tip, want het is gewoon geen geld. En het scheelt je super veel tijd. En hele leuke kleurtjes dus bij de Action. Nog een hele leuke agenda heb ik bij de Hema gekocht alweer een tijdje terug. Maar die kon ik ook in deze video laten zien, want deze was maar een euro. Dit is ook echt de enige die ik leuk vond. Ze hadden ook nog andere printjes, maar die vond ik allemaal een beetje jongensachtig. Dit agendetje van Hema. Lekker stevig. De kwaliteit van Hema agendas is gewoon erg goed. Hier een leuk oranje koraalachtig kleurtje. Heel erg dik, stevig papier. Gewoon lekker basis. Nederlandse taal. Grote letters. Grijze minnen. Heel fijn. Dus deze ga ik echt gebruiken. Deze heb ik ook al best wel een tijdje terug al voor mezelf gekocht. En die is dus maar een euro. Dus een euro voor een handig pocket agendaatje. Maar niet te klein. Gewoon echt prima. Dus ben je op zoek naar een basic goedkope agenda, is dit echt een hele goede tip. Dan hadden we ook bij de Action hele leuke etuis. Dat was ook iets voor mij. Ik kocht 11 jaar wel echt 3 etuis. Dat vond ik helemaal geweldig. En bij de Action ook voor een euro deze hele leuke pencil cases. En ik heb ze in 2 kleurtjes gekocht. Een beetje gebroken wit. Heel erg leuk. En roze. Ik vind het, zeg maar, dit felroze dingetje het iets minder mooi maken. Want zo, dit vind ik zeg maar mooier. Maar super chill. Gewoon, dat was zeg maar ook in mijn tienertijd. Ineens werd dat hip om zo'n wat kleiner dingetje. Weet je wel, dat je niet meer duizenden gelpennen had, maar gewoon een pen en 2 markers en 2 gelpennen en een gum of wat dan ook. Maar hier past wel net genoeg in. En hij is lekker lang, dus we zullen ook lange dingetjes inpassen. Die zijn ook super leuk en het is een beetje zo'n nep leerachtig. Dus ook hele leuke aanraders. En ook van de Action dit notitieboekje. Gewoon dit soort dingen. Ook nu ik YouTube doe, heb ik heel veel dit soort dingetjes. Want dat is gewoon heel erg handig in je tas. En het wordt niet vies door dit materiaal. Gewoon prima blaadjes. Even kijken. Valt mee hoe dun deze zijn. Gewoon, ja, wat moet ik hierover zeggen? Een heel handig notitieblokje. Hadden ze ook weer in zo'n mint kleurtje en zo in het roze. Super handig, ideaal. Ook gewoon als je net als ik iemand bent die vaak geen tas mee wil en daardoor geen aantekeningen maakt en zo. Of een heel klein tasje heeft en dan denkt, oh, neem geen notitieblok mee. Doe dat niet. Ik weet niet of ik de enige ben die zo is. Of was, is eigenlijk. Maar dan had ik iets van, nee, ik wil niet zo'n ding meeslepen. En dan had ik geen aantekeningen. Dus neem gewoon altijd zo'n dingetje in je tas mee. En zo'n kleine agenda. Dan heb je gewoon al je dingen bij je. En dan ben je gewoon wel een betere leerling, zeg maar, of student. Gewoon mini dingetjes, super handig. En dan kan je ook per vak desnoods, of je doet alles in 1 blokje. Maar zorg dat je altijd iets bij je hebt om aantekeningen te maken. Want dat is echt beter voor je schoolcarrière. Ik zag ook nog bij de Action deze organizer. En deze vind ik niet per se zelf super leuk. Maar dit was meer dat ik hem kocht en dacht, die wil ik graag aan jullie laten zien. Want dit is ook zoiets. Ik raakte altijd al mijn blaadjes kwijt en dan heb je zo'n grote tabbladenmap. Maar dan doe je toch weer minder snel iets in. Dan moet je echt even zitten en dan ga ik ze erin doen. Ik dan. En dit is wat makkelijker. Dit kun je ook wel, als je een grote tas bij je hebt, makkelijker meenemen. Of je legt in je kluisje of zo. Dat je toch eventjes die bladen, al die losse bladen die je krijgt. Dat heb ik in ieder geval altijd gehad en nog steeds.
niet kwijtraakt, douchen hierin en ook andere kleine losse dingetjes verzamelen ze gewoon in zo'n map. Hoe heet het? Multimap? Elastomap. En desnoods ook meerdere per vak een map, zoiets. En ook dit is van zo'n karton dat je er zelf nog leuk op kunt schrijven. En ik vond het wel heel erg leuk. Ze hebben echt leuke kleurtjes. Ook een tip gewoon, ja, zorg gewoon dat je al je bladen bij je hebt. En nu ik zo aan het praten ben, lijkt het me ook wel leuk om een soort van tipsvideo te maken. Niet dat ik nu hele goede tips heb gegeven, maar dat zijn wel dingen die voor mij vanzelfsprekend zijn. Maar voor jullie misschien wel niet, of wel, ik weet het niet. Ik ga hier een poll doen. Willen jullie graag een video zien voor school of wat dan ook? Zet ook even in de comments wat je precies zou willen zien. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Ik ga even snel door. Dit is ook weer even iets wat ik echt puur kocht om te laten zien. Maar ik was vroeger helemaal obsessed. En iedereen in mijn klas met kneedgummen. En ik weet niet hoe dat nu nog is. Ik voel me echt oud. Maar ik zit natuurlijk niet meer op de basisschool of de middelbare. En ik zag het nog wel liggen. Dus ik dacht, misschien is dat er nog wel. En ik weet nog, bij ons was het echt nog net waren ze er, die kneedgummen. En had je echt van hele basis saaie kleuren. En nu zag ik echt voor geen geld deze. In superleuke kleurtjes. En wat wij altijd deden met die kneedgum is... Tenminste, dat deed ik altijd. Als ik me verveelde, trek je het uit elkaar heel langzaam. En van binnen krijg je dan zo'n soort stofachtig gevoel. En dan maakten we daar een soort van stapel mee. Met al die binnenkantjes. En dan wordt het heel zacht. En dan kon je er zo in knijpen. En dat was echt heerlijk. We gebruikten het in ieder geval niet om te gummen. Maar dit kost ook helemaal niks. En mocht je dat leuk vinden, dan kan je dat ook vinden bij de Action. Heel veel is van de Action, want ook dit komt van de Action. Ook weer leuke mintkleurtjes, roze kleurtjes. Superleuk. Ja, ik had dit vroeger altijd. Ik weet in ieder geval, dit was altijd super duur. En ik vond dat heel erg leuk en handig. En dan kon iedereen het van me lenen en zo. Zo'n, dat heet mini set schrijfbehoeften. Mini stationery set. Ik vind dat heel erg handig en het kost ook echt geen drol. Er zit dan zo'n mini plakbandje in en een extra rolletje. Een mini nietang met een extra, echt 5, 6 zelfs rijen nietjes erbij. Een klein schaartje. Zo'n, ik heb nooit geweten wat dit is. Is dat nou om mijn nietjes eruit te halen? Want dat lijkt me echt een beetje dat je dat niet echt nodig hebt. Ja, wel hè? Dit. Dat vind ik dan een beetje onzin of zo. Dus denk ik om nietjes eruit te halen. Paperclips. In een soort prullenbakformaatje. Een puntenslijper. Zo cute. Ik zag het daarna ook bij Hema. Volgens mij was dit een euro en bij de Hema iets van 3 euro. En die vond ik wel echt, die had een beetje van die pastelkleurtjes. Dus vond ik zelf mooier, maar wel weer wat duurder. Maar super handig zo'n setje. En dat past ook allemaal gewoon in zo'n etuietje die ik net liet zien. Past het er echt wel in. Ja, die vond ik leuk. Zag er leuk uit en handig. En dit wilde ik ook niet eens laten zien. Dit had ik in mijn Action Shop nog laten zien. Maar alsnog ook een tip. Want deze kostte dus ook maar een euro. Deze pennen schrijven echt heerlijk. Pennen, ik heb er altijd één in mijn tas, één in mijn etui of wat dan ook. Op tafel, overal. Ik raak ze ook altijd weer kwijt. Dus dan zijn dit hele handige. Want ze schrijven echt super lekker. Als je ze wil uitlenen en je raakt ze kwijt, maakt het niet uit. Want zo'n ding dat kost 20 cent, nog niet eens. Dus deze pennen bij de Action. En volgens mij willen de mensen van tegenwoordig ook niet meer hele drukke, overdreven pennen. Maar gewoon een beetje basic. Dat zijn deze top. En dan nog twee dingetjes. Als eerste deze. Ik heb het ook in mijn Action Shop vlog laten zien. Zo'n rond tasje voor je oortjes. En dat vond ik een heel handig idee. En toen zag ik ineens, nu ik later dus weer ging, deze. En die is echt veel leuker. Staat dus ook bij dat het voor je oortjes is. Maar zie je zeg maar hoe klein dit is. Het was geloof ik 60 cent. En van binnen heeft het ook een zacht stofje. En dit is ook zo cute in je tas voor je oortjes of andere dingen. Dit is dan voor back to school bedoeld. Maar ik ga wel gewoon vaak heen en weer naar Ruup of mijn ouders. En dan heb ik oorbelletjes of oordopjes. En die doe ik dan in mijn brillenkoker. En dit is eigenlijk een soort mini brillenkoker. Dus daar kan je dat gewoon in doen. Of naar school bedenk het maar wat je erin wil doen. Of misschien heb je wel pillen en dan... Doe je hier altijd de paracetamol in of een tampon? Dat is een goeie. Als je naar de middelbare gaat of zo en je bent opgesteld en je schaamt je een beetje of wat dan ook. Doe je gewoon hier je tampons in. Of je oortjes, inderdaad gewoon of wat dan ook. Super schattig. En die had je ook weer in blauw en met panterprint. Dus deze vond ik echt heel leuk. En daar zou ik echt misschien nog wel meer van willen halen. Want dit zijn gewoon hele handige dingetjes om te hebben. Ik ga even goed de kleur laten zien. Weer ander soort roze dan bijvoorbeeld het notitieboekje. Heel leuk roze. En als laatste, echt wel mijn favoriete item misschien... Van de Zeeman. En ik heb hem gelukkig gevonden. Want bij de Zeeman, bij de Maxis hadden ze deze niet. En die me gelukkig wel. En dat is deze van een euro. Misschien hebben jullie er wel van gehoord. Heel anders. Ik heb nog een dingetje. Ben ik vergeten. Moet ik even pakken. Heel ander marble dan die map. Veel mooier. Dit is echt. Dit lijkt veel echter zeg maar. Maar dit is gewoon een pennendoosje. En ik wil hem denk ik gebruiken om mijn sieraden in te doen. Van binnen is het gewoon best wel lelijk. En cheap gewoon. Maar als dit op mijn... kaptafel ligt of in mijn la van mijn kaptafel doe ik hier mijn sieraden in. Maar voor jullie was het bedoeld van misschien leuk voor je pennen.
voor thuis op je bureau. Ik vind hem zelf, hij sluit wel goed hoor, dus hij kan wel je tas. Maar ik zou dit niet snel in de tas doen. Anderen misschien wel. Maar voor een euro super leuk. En dan ga ik nog even snel mijn laatste item pakken. En dit had ik ook al op Instagram gezet. Heel vaak als ik leuke dingen spot, dan zet ik het alvast op Instagram. En pas een maand later zie je het soms op YouTube. Soms al heel snel, soms niet. Maar dat is dit notitieboekje ook een euro. Zelfde stijl als die map dus, ook van de Zeeman. Echt een fijn boekje. Ik heb er nu eigenlijk steeds bij me. Ik schrijf hier nu mijn YouTube ideetjes en zo in. En dit heeft echt een stevige kaft. Ik bedoel, kijk, echt hard. Heel fijn elastiek. Gewoon super flexibel boekje dat wel, maar gewoon wel echt stevig. Dit is echt een aanrader. Ik heb er ook al 3. Dit ga ik zeker veel gebruiken. Dus, en ziet er natuurlijk heel erg leuk uit. Dat was alles wat ik aan jullie wilde laten zien. Ik hoop dat jullie er wat inspiratie uit hebben kunnen halen. Ik weet niet. Ik denk altijd van, oh, dit kan je zelf ook wel vinden. Maar ik merk dat jullie het toch wel leuk vinden als er video's over worden gemaakt. Dus dit zijn wat handige dingetjes. Sowieso bij de Action is super veel. En ja, dat weten jullie ook vast wel. Maar jullie zijn natuurlijk ook benieuwd naar de winactie. Nou, ik vond het leuk om iets aan jullie weg te geven. En op zich kan ik alle spulletjes wel gebruiken. Maar wat ik echt totaal niet gebruik, omdat ik niet meer op de middelbare school zit, zijn deze 4 boekenkaften. En ik weet dat heel veel van mijn kijkers nog jong zijn en wel op de middelbare zitten. En daarom heb ik ook goed gekeken naar de kleurtjes. Dit zijn denk ik wel kleuren die heel veel van jullie heel erg leuk zouden vinden. Dus ik vond het super leuk idee om dit aan jullie weg te geven. En het past ook lekker makkelijk door de brievenbus. Dat is ook weer fijn voor mij. Dat scheelt gewoon hoge verzendkosten. Dus dat vond ik zelf super leuk. Echt niet een hele hoge waarde of iets. Maar ik vond het leuk om dit zo voor jullie samen te stellen, uit te kiezen. En dan ga ik dat aan 1 iemand sturen. En heb je gewoon lekker 4 boeken makkelijk gekaft. Wil je er meer, moet je gewoon even naar de Action gaan. Maar je hoeft niet heel erg veel te doen om dit te winnen. Gewoon deze video liken, op mij geabonneerd zijn en een comment achterlaten. Ik ga gewoon random iemand kiezen, dus je hoeft echt niet super gemotiveerd. Het is gewoon even een extraatje om 1 iemand hopelijk blij te maken. Ik zal hem op Instagram laten weten als ik de winnaar bekend maak. Dat zal zijn net iets voordat school begint. Bij mij begint school weer de 29ste of zo. De week ervoor moest ik alweer op stage aanwezig zijn. Dan ben ik ook weer in Nederland. Maar daarvoor ben ik hier niet, dus kan ik het niet opsturen. Maar je hebt het sowieso de eerste week van school of waarschijnlijk de week voordat school begint dan binnen. En er iets daarvoor zal ik het bekendmaken. Dus hou even mijn Instagram in de gaten. Dus abonneer even, like even. Doe dat sowieso even. En als je mee wilt doen, dan maak je kans op deze leuke boekenkaften. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dat jullie deze video ook gewoon vooral leuk vonden. En dan zie ik jullie woensdag bij een vlog. Ja, want woensdag komt er een leuke vlog online eindelijk weer. En ik hoop dat ik jullie sowieso zondag om 9 uur weer terug zie op mijn kanaal. Voor een andere hele leuke video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!